Goeiedag. Ook vandaag is het op veel plaatsen grijs weer geweest. Alleen in het zuiden en uiterste zuidoosten van het land brak de zon van tijd tot tijd flink door. Daar liep de temperatuur ook op naar 15 of zelfs 16 graden. Elders in het land onder de bewolking niet veel hogere waarde dan een graad of 13. Maar de natuur kleurt wel prachtig en dat zal de komende weken alleen maar meer gaan worden. Helemaal omdat het weer ook behoorlijk rustig blijft. We hebben namelijk te maken met een groot hoge drukgebied boven grote delen van Europa. Storingen bevinden zich boven Scandinavië, blijven daar voorlopig ook. En dat hoge drukgebied zorgt bij ons voor heel rustig weer. Er staat nauwelijks wind op de meeste dagen de komende periode. En van tijd tot tijd breekt de zon door en dat zal met name vanaf zondag het geval zijn. Als de wind wat meer uit het zuidoosten tot oosten gaat waaien. En ook begin volgende week ziet er dan vrij zonnig uit. Niet alleen dat, de lucht wordt ook ietsje kouder en dat betekent dat het met name tijdens de nachten behoorlijk kan gaan afkoelen. Nou, vanmiddag schijnt dus af en toe de zon, met name in het zuiden van het land. Elders is er veel bewolking en de temperatuur ligt dus tussen de 13 en lokaal 16 graden. Nou, vanavond en vannacht dan neemt de bewolking ook in het zuiden geleidelijk weer toe. Eerst kan er in opklaringsgebieden nog wat nevel of mist ontstaan, maar in de loop van de nacht wordt die bewolking zo dik dat de mist geleidelijk zal gaan verdwijnen. En onder die wolken wordt het niet kouder dan een graad of 9. En morgen ziet er dan tamelijk somber uit qua weerbeeld. Het is overwegend bewolkt. En van noord naar zuid trekt gedurende de dag een gebied met wat lichte regen of motregen over het land. Veel meer dan 1 of 2 mm zal er niet vallen, maar het kan wel langdurig motregenen en het is dus overal grijs. Temperaturen daarbij 13 of 14 graden en opnieuw staat er niet al te veel wind. Al zien we later op de dag in de kustgebieden, met name in het westen en noordwesten van het land, tijdelijk een matige tot vrij krachtige westenwind opsteken. Nou, zaterdag ziet er dan een stuk vriendelijker uit. De wind draait geleidelijk naar het noordoosten tot oosten. Daarmee wordt er langzaamaan wat drogere lucht aangevoerd. De dag begint waarschijnlijk nog grijs, maar in de loop van de middag breekt de zon door. En dan ligt de temperatuur rond een graad of 13, wat eigenlijk een hele normale waarde is voor deze tijd van het jaar. Nou, de dagen daarna worden dus vrij zonnig, zeker zondag en maandag. Flink wat ruimte voor de zon, dat betekent wel dat het 's nachts behoorlijk kan gaan afkoelen. Gemiddeld staat er 3 of 4 graden, maar in het binnenland kan het plaatselijk afkoelen tot rond het vriespunt en met kans op vorst aan de grond. Vanaf dinsdag neemt de bewolking dan geleidelijk weer toe. De nachten worden weer een stuk warmer en dat zien we ook mooi terug op de pluim. Een paar koude nachten dit weekend en begin van de week. Daarna toenemende bewolking. Overdag wordt het dan weer wat zachter met een graad of 13. Maar vooral de nachten die worden een stuk warmer met in de loop van volgende week minima tussen de 5 en de 10 graden. Maar ook dan lijkt het voorlopig wel overwegend droog te blijven. Ik wens u nog een mooie dag.